Nou, ik zal me kort even voorstellen. Mijn naam is Roy Lenders. Ik doe een aantal dingen. Ik ben één dag in de week uh, Lector Supply Chain bij de Fontes Hogescholen in, uh, in het Venlo-Zuid, de Oude Vervoersacademie. Vier dagen in de week heb ik mijn eigen e-commerce bedrijf in heel, uh, heel Europa. Uh, digital Operating Models, maar daar vallen allerlei uh, verschillende bedrijven onder. Um, daarnaast ben ik ook nog uh, partner bij Districon en een managementadviesbureau. Uh, en ik sta hier in mijn rol, uh, uh, dat is de reden dat ik hier sta, als uh, voorzitter van uh, de werkgroep uh, uh, Inkoop en Supply Chain bij Shopping Today. We hebben de afgelopen half jaar met een aantal mix van bedrijven, pure players en, en multichannel channel bedrijven, hebben gekeken naar zeg maar, winstgevendheid. Uh, en hoe je dat met inkoop en supply chain kunt, kunt beïnvloeden. Nou, wat ik vandaag ga vertellen is de eindresultaten van, van dat verhaal. Um, en, uh, nou, straks voldoende tijd denk ik om vragen en antwoorden te, te beantwoorden. Een aantal uh, partijen, uh, hè, dus uh, bijvoorbeeld uh, de Hema, mee, Nextil, waar Blocker en Xenos onder valt, onder valt, uh, groep, maar ook wat, uh, wat meer pure players. Nou, Walkie Shop is op zich die hebben ook fysieke winkels. Uh, Essenza is ook fysiek uh, mix. Uh, en volgens mij ik was de enige, een, een van de brands in Nederland die, die onder mijn bedrijf vallen, is uh, Top Vitamins. Uh, en ik ben pu puur pure uh, pure player. Nou, met deze groep hebben we een beetje gekeken, daarnaast hadden we nog wat, wat, uh, wat adviseurs, cetera. Uh, met deze groep hebben we met name gekeken naar uh, nou ja, wat doen jullie nou anders hè, in inkoop en supply chain, uh, zeg maar, uh, dan andere bedrijven. Uh, en hoe kun je daarmee zeg maar, winstgevendheid van, uh, van de operatie uh, beïnvloeden, um, Kort even wat, wat highlights. Uh, als we kijken naar, uh, naar inkoop, hè, want uh, inkoop is, uh, verschilt heel erg per branche, maar over de algemene range, de meeste bedrijven zeg maar, zijn de inkoopkosten ten opzichte van de omzet, liggen tussen de 50 en 70 procent van de omzet. Hè, bij elektronica zal het wat meer richting de 70 procent, bij kleding wat meer richting de 50 procent. Nou, dan verschilt dat een beetje per productgroep. Uh, wat je ziet ook overal uh, dat de logistieke kosten, hè, dus de inslag, opslag, voorraad, beheer en ook de verzending, de last mile typisch 20-35% van de omzet zijn. Uh, en alle overige kosten, hè, dus de marketing, de, de advertising, noem hem allemaal op, provisies, uh, dat dat uh, typisch uh, 15-35% van de omzet zijn. Nou, Wat je eigenlijk ziet bij de meeste bedrijven, als je het een beetje optelt, 85-90% van de omzet zijn gewoon logistiek gerelateerde kosten. Inkoop, dan wel uh, supply chain. Um, als je dat vertaalt, betekent dat ja, hoe je dat doet heeft een enorme impact op je netto rendement. Ja, dat zal iedereen herkennen denk ik die, die in de e-commerce uh, zit. Um, en daar kun je wel, uh, wel het een en ander doen. Wat, ook, wat mij ook opvalt, uh, ik zit al wat wat langer in de online wereld, er zijn heel veel uh, online winkels die uh, geen winst maken. Er zijn al heel veel die uh, fors groeien, maar uh, let maar eens in de media, je ziet altijd groeicijfers, je ziet nooit winstcijfers. Nooit. Uh, en dat uh, ja, dat heeft natuurlijk een bepaalde reden. Er zijn gewoon heel veel winkels die amper winst maken. Ik zie webshops die uh, een miljoen euro per jaar draaien met 6, 7 man. Nou, daar hoef je, heb je een bierveeltje voor nodig om uit te rekenen dat er geen winst uit komt. Uh, enkele interessante dingen die we tegenkwamen is uh, met name de multi-channel spelers. He, die hebben natuurlijk goed inzicht hoe draaien de fysieke winkels, hoe draaien de online operaties. Wat dus opvalt is dat uh, bij, de uh, bij de partijen die uh, uh, in beide kanalen actief zijn. Eigenlijk er geen verschil is in winstgevendheid tussen online en fysieke winkels. Op zich al een rare conclusie, want mijn verwachting zou zijn dat online meer winst zou kunnen maken dan fysieke winkels. Maar het is niet het geval bij, uh, bij de, de, zeg maar, de multichannel spelers. Die, uh, uh, en, dus ook, eh, als je spreekt met, met de branchkenners, uh, 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 is dat uh, blijkbaar iets wat bij vrijwel alle multichannel spelers uh, 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 ja, aan de hand is. Uh, wat we ook zien is dat met name aan die pure player kant, en bij bedrijven is denk ik extreem geval daarin, uh, dat sommige pure players door extreem vergaande automatisering veel meer omzet per FTA kunnen genereren dan andere retailers. Uh, uh, afgelopen jaar was er een onderzoek van, uh, van thuiswinkel.org samen met uh, marktplaats.nl volgens mij, en een van de KPI's was ze naar keken omzet per FTA. Nou, dat kan volgens mij gemiddeld tussen de 3-4 ton, 3,5 ton of zo, of 360.000 euro per FTE was het geval. Er zijn pure players die een miljoen, uh, eh, meer dan een miljoen euro omzet per FTA doen. Uh, en dat heeft alles te maken met uh, vergaande automatisering. Ik weet dat enkele grote uh, pure players in Nederland ook bijvoorbeeld nu bezig zijn telefonische helpdesk af te schaffen. Alleen maar live chat en e-mail. Omdat telefonische helpdesk is gewoon vrij duur <laughs> Je kunt dat van het kantperspectief perspectief doen, maar uh, ja. Uh, als je daarmee duurder wordt dan andere bedrijven, is het niet altijd handig, natuurlijk. Um, dus automatisering is een belangrijk stuk. Uh, wat je ziet, met name aan die, bij de multichannel retailerskant, uh, heel veel discussie. Waar leg je nou voorraad neer? Hè? Moet je dat voor, voorraad zoveel mogelijk centraal in een magazijn neerleggen en van daaruit alle kanalen bedienen uh, en dus minder in de winkels? Of leg je juist alles in de winkels neer? Hè? Er zijn, uh, en je ziet dat daar verschillende benaderingen zijn. Hè? Er waren multichannel players die zeggen nou, alles zo dicht mogelijk bij de klant, alles in de winkels. En vanuit de winkels gaan we wel uh, weborders uh, beleveren, um, wat vervolgens heel veel qua IT en proces vergt. En er zijn ook spelers die zeggen van, nou, ze willen ook centraal. He, de, de winkel wordt een experience center uh, en uh, ja, orders in de winkel leveren we ook wel af vanuit het centraal magazijn. He, dat zijn een beetje de extreme. Uh, en daartussenin heb je alle, allerlei varianten. Uh, uh, maar wat belangrijk is, uh, zeg maar. Er, Blijkbaar geen duidelijke trend. Uh, en niemand heeft daar nog het, uh, uh, de oplossing of de ideale oplossing gevonden. Wat ook opvalt, is uh, want wij zijn bij alle bedrijven een rondje gedaan om een beetje uh, elkaar een kijkje in de keuken te gunnen. Iedereen, maar dan ook iedereen worstelt met ICT. Uh, iedereen heeft nu een uh, ICT spaghetti, zeg maar, noem ik hem even, allerlei verschillende systeempjes. Die uh, in de loop van de tijd aan elkaar geknoopt zijn. En uh, ja. Dat, dat beperkt natuurlijk flexibiliteit, innovatie, etc. Um, nou, dit is een plaatje hoe, uh, als je kijkt naar puur het logistieke deel, hè, dus zeg maar de warehouse, de voorraad, uh, verzending, hè, dus even los van het uh, inkoopstuk, um, nou, dan zie je vaak deze, deze verhoudingen. Uiteraard, afhankelijk van productgroep, maar meestal zit ongeveer twee derde van de kosten in de last mile: hè, de verzendings, uh, de postnels, de DRL's en zo van deze wereld. Uh, en een derde zeg maar, is een beetje voorraadbeheer, beheer, magazijn, uh, uh, en dat, dat hele verhaal. Uh, dus wat, jij ziet, uh, wat je ziet, uh, ik probeer altijd uh, ook mijn pakkettarieven te benchmarken hè, met andere e-commerce zeg maar, e spelers. Uh, pakkettarieven zijn vaak uh, zeg maar, uh, ja, het meest grote bewaarde geheim zeg maar, bij de grote spelers. Hè. Uh, dat zul je nooit van een bol.com, Coolblue of Wekamp, zul je horen wat ze per pakket uh, betalen in Nederland. Uh, omdat dat gewoon een van de belangrijkste uh, drivers is van, uh, van winstgevendheid. Uh, of je nou uh, zeg maar uh, 3 euro of lager per pakketje betaalt, of je betaalt 6 euro, wat een kleine webwinkel zal betalen. Ja, dat 3 euro verschil, op een gemiddelde orde van 30, uh, 30 euro, is uh, 10% winstmarge. <laughs> Puur op het uh, verschil in verzendkosten. Uh, dat is een hele belangrijke. Uh, en uh, zeg maar uh, ja, het warehouse-verhaal uh, dat. Uh, dat, uh, ja, dat, is, dat is meer zeg maar, die finesse's. De, de grote wensgevendheid zit met name in die verzending. Uh, de inkoopkant is ook een hele belangrijke. Uh, er zijn nog niet zo heel veel e-commerce winkels die professioneel uh, zeg maar, bezig zijn met merchandising, inkoop, uh, etc. Uh, in de categorie waar ik, waar ik zelf bijvoorbeeld zit: de vitamines, uh, voedingssupplementen, superfoods. Uh, heel veel van mijn concurrenten die hebben dan heel veel merken en dan hebben ze per merk één of twee productjes. En dan denk van ja. Met dat assortiment kun jij nooit rechtstreeks bij een fabriek kopen. <laughs> je hebt veel te weinig volume. Ja, uh, maar ja, als je heel veel bundelt bij bepaalde uh, bronnen, krijg je natuurlijk extra kortingen, uh, levert efficiëntie in de transport op. Um, dus de hele inbound-kant qua optimalisatie, waar koop je ook in? Hè? Uh, je hebt er natuurlijk heel veel trucjes in uh, zeg maar, hoe en waar je inkoopt, dat zijn de, vaak de best bewaarde geheimen van, van elk e-commerce bedrijf. Um, uh, maar dat, dat kan best 10, 20 procent, uh, misschien wel 30 procent verschil af en toe opleveren in de prijzen waar tegen je inkoopt. Uh, dus dat daar zit heel veel. Uh, ik denk dat zijn de twee belangrijkste punten denk ik wel. Zeg maar of de drie belangrijkste denk ik zijn verzend, verzendkosten, de, de, hoe je de inkoopkant regelt uh, en de, zeg maar, de automatisering achter je, achter de webshop. Um, nou, dit zijn een beetje de gebieden waar we meer in detail naar gekeken hebben: uh, inkoop, het uh, hele replenishment stuk. Hè, dus hoe zorg je dat zeg maar, voorraadbeschikbaarheid op peil is, uh, en de, uh, ja, en, uh, ja, voorraadbeheer, voorraadrisico, uh, back orders, reserveringen, ICT en, uh, en het multi-channel uh, multi stuk. Nou, wat we zien aan de inkoopkant, uh, is, uh, is iets wat te maken heeft met uh, exclusiviteit of uniekheid van het assortiment. Uh, ik ben zelf onder andere ook heel veel actief op uh, Amazon, eBay en dat soort uh, kanalen. En uh, zeg maar als je naar de top sellers op, op Amazon kijkt bijvoorbeeld, of op eBay. Als je marge wil maken op dat soort platforms, moet je unieke producten hebben. Moet je geen concurrentie op je SQ hebben. Uh, de, de echte toppers uit de States, private label, uh, zoveel mogelijk, geen concurrentie. <laughs> Zodra je gaat concurreren, dat doe ik, dat doe ik bijvoorbeeld weer heel wel. Maar dan moet je wel heel geavanceerd werken met, uh, met pricing en, 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 en ja, superservice. Uh, wil je dan zeg maar bijvoorbeeld op Amazon een buybox winnen? Ja, als je twintig concurrenten hebt op een artikel, en, uh, dan, dan is dat niet zo makkelijk. Zeg maar. Um, maar waar dus de clue zit in, in je inkooprelaties, in de producten waar je op focust, is hoe kun je iets exclusiefs of unieks genereren. En uh, dat kan natuurlijk met exclusieve relaties die je met leveranciers opbouwt. Dat kan met een gezamenlijke marktbenadering, speciale producten. Uh, je kunt private label-achtige concepten bedenken, uh, licentie-achtige rechten. Um, maar je ziet dat alle spelers die uh, zeg maar in onze groep zaten, zijn daar wel mee bezig. Um, volume bundeling is ook een hele belangrijke. Uh, hoe meer volume je bundelt, hoe hoger je korting, hoe hoger je je, je inkomende supply chain. Um, en, uh, en dat levert ook een be betere beheersbaarheid van replenishment. Hè? Als jij bij 100 of 200 partijen inkoopt of bij 10. Het is natuurlijk veel makkelijker om uh, je voorraadbeschikbaarheid op peil te houden met 10 partijen dan met 100 of 200 partijen. Um, en ook het kanaal, zeg maar. Hè? Als jij... Uh, Waar koop je nou in? Koop je in bij een uh, Nederlandse importeur, Europese importeur, rechtstreeks bij de fabriek, rechtstreeks met een groothandel die weet ik, het volume uit de hele wereld bundelt en die dan weer bij de fabriek inkoopt. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om, uh, om, uh, om, om in te kopen, um, en um, ja, daar, daar, hebben we, daar, daar kun je denk ik heel veel in halen. Um, wat mij ook opvalt is, zeg maar, zeker als je rechtstreeks bij je fabrikanten inkoopt, uh, zeker als je met meer complexe productcategorieën hebt, heb je natuurlijk met advisering te maken. Uh, en krijg je af en toe heel complexe vragen van klanten die vaak beter uh, op de hoogte zijn dan jezelf. Uh, dan is het wel handig als je een rechtstreeks linkje met een fabrikant hebt. Uh, en uh, rechtstreeks bij de bron zeg maar, die vraag beantwoord kan worden. En dat leidt ook zeker als je met THT te maken heeft, versere producten en dus minder voorraadrisico. Uh, zeker met THT gedreven producten is dat een uh, belangrijk topic. Nou, dat is kortweg uh, wat we aan de inkoopkant uh, zagen, waar, uh, ja, waar onze zeg maar, doel doelgroep, uh, waar we naar gekeken hebben, uh, veel mee bezig is. Um, nou, de replenishment-kant, dus hoe zorg je dat er uh, voorraadbeschikbaarheid is? Um, ik heb zelf bijvoorbeeld in het verleden behoorlijk wat, uh, wat webshops gekocht. En uh, de algemene deler bij alle webshops die ik kocht was dat uh, de voorraadbeschikbaarheid zat rond 50% <laughs> um, Er zijn heel veel webshops die gewoon enorm slechte voorraadbeschikbaarheid hebben. Uh, omdat, nou volgens mij, uh, kijk maar om jullie heen, 90-95% van de mensen die uh, e-commerce operatie uh, leiden, komen uit internetmarketing uh, uh, of uit ICT. Uh, bijna niemand heeft een logistieke achtergrond. Uh, dus je ziet vaak dat, zeg maar, uh, voorraad beschikbaarheid, dat dat een verwaarloosd topic is. Uh, en uh, ja, dat dat vaak niet, niet goed geregeld is. Uh, je ziet het zelfs bij de grote e-commerce spelers, moet je maar eens uh, wat artikeltjes door en dan uh, moet je maar eens kijken van hoe vaak is het nou iets niet op stok. Ja, ik, uh, laatst uh, zag ik nooit uh, vergeten, is een, een grote online speler in België, een van de top 5, de grootste in de elektronica zelfs. Daar had ik een gesprek mee met de directeur en die zegt: nou, Mijn conversieratio is zo laag. Hij zat op uh, een schrikbarend laag, was die. En uh, ik kwam thuis, en dacht: Ga eens op die website kijken. En uh, nou, stonden acht producten op de voorpagina, ik klikte er zes aan, vijf waren out of stock op de frontpage. Nou, ik denk van, ja, niet zo gek dat je conversieratios laag is, maar goed. Um, dus daar zit wel heel veel uh, zeg maar in het replenishment stuk uh, en voorraad beschikbaarheid. is dus denk ik denk een heel belangrijke KPI, uh, wat, uh, wat veel, ja, veel webshops gewoon uh, vanwege hun achtergrond uh, niet veel mee bezig geweest zijn. Um, nou wat daar denk ik uh, met name belangrijk is, is de ICT-ondersteuning, hoe, hoe makkelijk is het om in te kopen. Uh, en, uh, en, en, en zelfs uh, sommige partijen doen auto replenishment, gewoon uh, je doet niks meer manueels, gewoon automatisch. Ik heb zelf die functionaliteit bijvoorbeeld ook, dat kan mijn systeem automatisch gewoon laten bestellen bij leveranciers. Uh, ik heb het nog niet aangezet, ik vind het nog iets te riskant hè, met uh, met uh, met onder andere met werkkapitaal management en zo. Maar, uh, uh, maar er, zijn, er zijn partijen die dat doen, die sturen gewoon automatisch de inkebollers uit, uh, helemaal niks meer uh, manueel. Uh, en, uh, en ja, robots werkt altijd het beste natuurlijk, dan, uh, dan manuele kracht. Um, de tweede is denk ik heel belangrijk voor partijen die uh, inkopen in andere valuta's... ...of uh, waar, uh, waar je regelmatig met prijswijzigingen te maken hebt. Ik koop bijvoorbeeld heel veel in uh, ponden, US dollars, noem maar allemaal op. Uh, en ja, vaak heb ik bijvoorbeeld een afspraak, uh, weet ik, het, ik krijg een bepaalde discount onder de groothandelsprijs... ...maar als die groothandelsprijs wijzigt gedurende het jaar moet je natuurlijk wel de, continu de marge van het product hè, en de verkoopprijs van het product in de gaten houden. Dat deed ik dan één keer per jaar of één keer per half jaar, ging ik alle artikelen door, even kijken klopt het nog. Uh, maar wat ik nu doe is dat ik per inkooporder bijvoorbeeld um, zeg maar bijhoud wat de prijzen zijn, conversieratio. Dat ik, ik weet dat ik per inkooporder uh, zeg maar kan ik de marge op het product richting verkoopprijs bewaken en kan ik zeg met maar, de verkoopprijs uh, aanpassen. Met alle landed costs die erbij zitten, dus, valutaconversies, uh, transportkosten, invoerrechten, BTW, de hele rutte met um, het. En met name als je in, in snelle markten zit, waar marge kritisch is, is dat wel een. Uh, en je doet veel met valuta's en uh, noem het maar, maar op, uh, dan uh, ja, is dat wel een topic. Uh, zeker als je met uh, repricing gaat werken, als je geavanceerd bezig gaat met, uh, met Amazon of uh, Bol of eBay, en je gaat met dynamic pricing werken, dan moet je met minimum max regels gaan werken qua pricing maar dan moet je kostprijs wel kloppen <laughs> omdat als je je minimale prijs gaat baseren op kosten die niet blijken te kloppen dan uh, ja dan uh, kun je zomaar heel veel verkopen van een product wat, uh, wat uh, waar je geen marge op maakt en dat had ik in het verleden wel eens ik dacht van hé hey, waarom loopt dat product zo snel opeens <laughs> en dan uh, ja, blijkt de kostprijs niet te kloppen uh, dus dat zijn wel topics uh, de laatste is uh, en daar zie je de meer geavanceerde spelers Hè, dit is best wel it intensief als iets op out of stock is dan wil je de klant natuurlijk, die consument wil je bewaren. Ja, die consument wil je bijhouden en niet alleen maar ja het is niet je voorraad. Nou, hoe hou je die consument bij je is uh, natuurlijk met technologie uh, doordat je bijvoorbeeld geeft van ah nou, het is nu niet op voorraad maar volgende week dinsdag is het wel. Uh, dus bijvoorbeeld de koppeling tussen inkooporders, voorspelbare zeg maar en op de website ook meteen aangeven zeg maar wanneer is het dan beschikbaar of de klant automatisch een e-mailtje sturen wanneer het weer beschikbaar is. Uh, dat, dat, sommige partijen doen het ook bij backorders, bij dropshipping. Uh, uh, zodat ze zeg maar, echt in de voorspelde. Uh, ik, heb het, ik, ik erger me er zelf heel vaak. Als ik bij andere webshops bestel en dan moet iets op, uh, uh, op, op bestelling worden ingekocht bij leveranciers. Dan komt een datum. En die datum wordt echt nooit gehaald. Hè? Echt 99% van de keer wordt die datum niet gehaald. Nou, um, dat jullie, zullen jullie allemaal wel eens meegemaakt hebben. Um, maar goed, dat, dat heeft met dit soort dingen, dingen te maken. En, um, en hoe je dat op orde hebt of niet. Uh, voorraadbeheer, risico, uh, ja, daar, daar zie je dus heel veel, met name bij uh, multichannel spelers, zie je heel veel verschillende methodes uh, waar ze naartoe willen en, en verschillende strategieën. Uh, uh, je ziet ook partijen die wat meer naar dropshipment-achtige constructies gaan, je ziet partijen die uh, alles vanuit de winkel willen uitleveren. Uh, uh, ik, ik ben dan pure player, zeg maar. Uh, uh, ik doe dan vanuit één centraal magazijn in heel Europa, maar ja, ik heb ook een deel van mijn voorraad bij Amazon liggen. Uh, C-Discount in Frankrijk wil, wil voorraad neerleggen. Uh, straks, misschien bij Bol.com als ze uh, logistiek bij Bol.com hebben. Uh, dus je krijgt steeds meer afwegingen waar ga je nou voorraad neerleggen en welke voorraad, welke artikelen. Uh, uh, Amazon is bijvoorbeeld bekend, daar moet je alleen snellopers leggen. Hè? Dan moet je niet met uh, slow movers uh, gaan, uh, gaan zitten. Uh, ja, dat soort tools um, uh, zie je steeds meer plaatsvinden uh, en dat geldt voor ja, multi-channel spelers is dat al heel uh, actueel, uh, maar ook voor de online spelers zie je dat steeds, uh, steeds meer opkomen. Het heeft ook een beetje met het tweede punt te maken, multi-echelon uh, voorraad beheer. Hè. Uh, als je bijvoorbeeld met Amazon FBA werkt, er is uh, geen enkele serieuze handelaar die uh, rechtstreeks vanuit leveranciers naar Amazon wil leveren. Twee, omdat je Amazon dan toegang geeft tot je leveranciers, dat wil je niet, uh, maar 3 of 2: Amazon is zo streng, uh, de gemiddelde leverancier kan daar nooit ja, aan aan leveren, maar dan wordt alles geweigerd. Uh, dus, wat je bijvoorbeeld de Chinezen nu heel veel zit doen, is dat ze nu een aparte oplossing zoeken voor Europa: dat ze eerst de producten naar warehouses zeg maar, importeren en vanuit dat warehouse Amazon gaan aanleveren. Uh, maar dan krijg je dus een situatie dat je meerdere warehouses hebt hè, die achter elkaar zitten, multi echelon voorraadbeheer en dat is best complex zeg maar om dan je voorraden te managen. Ik heb het een tijdje gedaan maar mijn gemiddelde voorraadhoogte ging 30-40% omhoog. Uh, ja omdat je gewoon dubbele voorraadpunten had. En, uh, en uh, ja of, of je moet het heel strak managen maar dan kun je er een persoon op zetten. Uh, dus daar zit, daar, daar zit best wel veel uh, complexiteit om dat, uh, om dat uh, te managen. Uh, het derde wat we zien is, uh, is uh, met name in die kledinghoek. Uh, Tom die zit daar vanuit Wolkenshop. Uh, Heel veel bijvoorbeeld RFID hè, voor, uh, op de kleding. Uh, ook om de, ja, als je online gaat doen als fysieke winkelier. En je gaat online verkopen, moet je het eerste wat, wat moet kloppen is natuurlijk je voorraad. Klopt je voorraad wel? Hè? Als je tien stuks op voorraad hebt en die wil jij online gaan verkopen, moet het er wel tien stuks zijn. En bij kleding is dat natuurlijk, uh, fysieke kledingwinkels, is dat best een topic. Want ja, je hebt diefstal, uh, maat X wordt verkocht, maar maat uh, Y wordt afgeboekt. Uh, dus het, uh, in kledingwinkels wordt nu al vaak wekelijks geteld, om die reden. Dat zie je bij heel veel retailers die uh, ja, hun voorraad in de winkels niet echt weten. Zeg maar. uh, dus de hele uh, zeg maar voorraadtelling is dan een belangrijk punt natuurlijk, want als je voorraad niet klopt dan, uh, ja, dan kun je bijna de hele e-commerce operatie wel, uh, als de winstgevendheid wel op je buik schrijven denk ik. Uh, dus daar zie je wel heel veel uh, dingetjes, hoe, hoe krijg je nou die 100% betrouwbare voorraad. Um, het laatste wat wij zagen, ook met name die kledinghoek, met name de meer fashionhoek. Uh, kijk, als je standaard assortiment hebt, kun je natuurlijk gewoon replenishen. Maar met name als je seizoensgevoelige producten hebt, uh, waar je vaak uh, zes maanden duurt voordat je de producten in de warehouse hebt, uh, ja, hoe ga je dan zorgen dat je de goede volumes inkoopt? Uh, ik denk dat de meeste mensen zitten hier in de e-commerce en ja, uh, yeah. um, ja, maar voorbeeld te Bijvoorbeeld, de afgelopen maand ben ik 35% gegroeid ten opzichte van december, maar ik heb ook wel eens maandelijk stilstaan en ik heb ook wel eens een maand gehad dat ik verdubbeld ben in de maandtijd. Ja. Uh, dus wat je dan op voorraad gaat leggen, beats me. <laughs> uh, en zeker als je zeg maar zes maanden uh, 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 ja, inkooptraject hebt zeg maar, voordat de goederenontvangst er is, uh, dan ja, moet je heel lang op termijn gaan, gaan voorspellen wat, uh, wat je gaat inkopen. En dat is bij seizoensgevoelige producten natuurlijk vrij, uh, vrij complex. Um, Backorders, reserveringen. Uh, een topic waar um, ja, veel spelers toch uh, mee bezig zijn. Hè. Wanneer ga je nou reserveren? Um, ja, ik heb hetzelfde topic uh, bijvoorbeeld nu uh, in de webshops ook: ja, iemand die uh, met bankoverschrijving uh, een uh, ordertje plaatst. En uh, ik reserveer bijvoorbeeld pas als de order betaald is. Want wat ik zie is heel veel bankoverschrijvingen en afterpay en weet ik het, al die transacties. Ja. Dan moet je maar afwachten of de klant uiteindelijk die betalingstransactie doet. Hè. En uh, om dan te gaan reserveren, ja. dan kun je het niet verkopen aan iemand anders. Dus je, wat ik doe, ik, ik reserveer pas als iets beta als betaald is. Ja, uh, maar dat betekent bijvoorbeeld als iemand iets in de winkelwagen legt, twee personen leggen hetzelfde artikel in de winkelwagen, gaan allebei naar de checkout. Nummer 1 krijgt het, nummer 2 uh, zegt dan: hij uh, nou, heeft de winkelwagen gevuld, gaat het adres invullen. En, oh, oude stok, opeens. Uh, nou, welke regels ga je dan nou hanteren? Uh, ja, winkelwagens, uh, maar ook uh, nog niet betaalde orders. dus wel order geplaatst, maar nog niet betaald. Uh, nou Zo heb je, uh, uh, zeker als je, ik ben bijvoorbeeld op 28 kanalen in Europa actief. Ja, kanaal 1 verkoop je iets en kanaal 2 hetzelfde product in een tijdsbestek van 15 minuten. Wat doe je dan? Hè? Uh, nou, er zijn heel veel reserveringsachtige uh, regels, uh, daar kun je best complex, uh, complex in gaan. Hoe, hoe voorkom je nou backorders, hoe voorkom je nou, uh, wanneer ga je nou wel en niet reserveren. Zeker als je in de longtail zit, uh, dan is dat best een topic. Uh, Backorder proces aan zich. Uh, ik heb zelf altijd geleerd, uh, no backorders. <laughs> ik heb in het begin wel eens met backorders gewerkt, maar daar zit zoveel handmatige activiteit aan. Dat kost je zoveel geld moet je niet willen. Maar goed, er zijn natuurlijk, er zitten bij ons in de groep natuurlijk wel eh, bedrijven die op maat gemaakte producten hebben. Dan heb je natuurlijk per definitie te maken met backorders. Um, en uh, ja, backorders is best een gedoe namelijk. Uh, ik weet niet, doen heel veel bedrijven in de, in de zaal backorders? Nou, nou, dat, dat kost je denk ik hè, mankracht en, en per, per order gewoon meer uh, tijd en, en geld dan, uh, dan een zeg maar, normale order. Um, dus, um, ja, dan vergt dat, dat dat specifieke proces wel iets mee moet doen. Um, ICT, uh, nou, we hebben net al bij de voorraad gestuk gezien: hè? heel veel partijen die uh, barcoding, RFID, dat soort dingen, uh, die voorraad betrouwbaarheid, om die op orde te krijgen, want als je dat niet hebt, dan ben je al bij, bij, bij definitie kansloos. Um, nou, de ICT-spaghetti, daar hebben heel veel partijen gekeken naar verschillende oplossingen. Sommigen hebben gekeken, nou, we doen alles naar één centraal ERP-systeem. Uh, maar zijn er allemaal op teruggekomen. Er <laughs> is er geen enkel die dat succesvol heeft gekregen. Um, er zijn ook partijen die nu zeggen van, nou, we, we skippen al die ERP en al, alle andere geneuzel. Alles naar uh, het frontend uh, websysteem, bijvoorbeeld Magento. Of een Prestashop. Gewoon alles in Magento. Um, van die hoek ben ik bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook partijen die, uh, die zitten te werken met XML integratie -hubs, zeg maar Een soort tussenlaag tussen alle systemen. Uh, uh, wat je meer flexibel maakt om dan uh, snel koppelingen te bouwen. Um, uh, maar goed, daar zijn uh, veel partijen die voor verschillende richtingen kiezen, valt mij op. Uh, en uh, ja, sommige richtingen kun je al een beetje afschrijven en andere richtingen zijn nog onbewezen. Maar niemand heeft daar nog echt uh, het ei van Columbus denk ik gevonden, hoe hij uh, hoe dat het beste kan doen. Uh, wat wel opvalt is, uh, bijna iedereen gaat van meer closed systemen naar open source en cloud-achtige diensten. Ik heb zelf denk ik een stuk of tien clouddiensten wel inmiddels draaien. Van uh, weet ik het, prijsoptimalisatie en van alles en nog wat. Uh, uh, het hoeft allemaal niet per se meer in het eigen systeem, hè, als het maar gekoppeld is. Uh, dat zie je wel steeds meer. Um, en met name aan die optimalisatiekant zie je zeg maar, allerlei optimalisatietools uit de cloud die um, ja, die dingetjes doen. En uh, Met name in de start-ups zien, uh, ik, ik ben zelf altijd een fervent aanhanger, ik focus me op juiste start-ups. Geen grote bedrijven, want die doen het niet uh, eh, optimaal, uh, maar, maar start-ups die, uh, die allerlei geavanceerde dingetjes doen. Uh, zo kijken heel veel bedrijven mij raar aan, van ik heb bijvoorbeeld een robot die mijn AdWords campagnes compleet uitautomatiseert, 24-7. Uh, alle, alle AdWords bureaus zullen je adviseren, ja, dat moet je handmatig managen. Ja. Uh, nou, ik ben van handmatig naar robot gegaan en de robot deed twee keer beter. Dus, uh, maar goed, zo zijn er heel veel um, uh, uh, trucjes, zeg maar, hè, uh, uit de cloud die, um, en met name start, in de start-up zien uh, die een stapje verder kunnen helpen. Uh, Multichannel. Uh, nou, daar hebben we het net over gehad, hè, die voorraad. Uh, wat we sommige partijen ook zien doen nu, is dat ze, dat ze eigenlijk best practices uit de online wereld proberen te vertalen naar de offline wereld. Nou, een heel leuk voorbeeldje daarvan: hè. op de website heb je bijvoorbeeld hè, customers who bought this also bought this. Bijvoorbeeld, hè. Uh, maar dat kun je natuurlijk ook in een fysieke winkel doen. En wat zij dan bijvoorbeeld doen is bij de kassa, in een fysieke winkel, narrowcasting. Dus dat die uh, zeg maar, dus scant eigenlijk het product waar je mee in de kassa gaat. En laat die automatisch op het tv-scherm op de kassa laat die zien van nou, klanten die dit product kochten waren ook geïnteresseerd in deze. Dat je ook cross-selling zeg maar, in een fysieke winkel kunt doen, zoals je dat ook online kunt doen. Um, nou de, de connectie met uh, retouren uh, en afhalen in de winkel. Um, en de connectie dat je zeg maar, in de winkel nog maar een beperkt assortiment le legt en dan de, de rest van het assortiment zeg maar, uh, vanuit een, 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 een uh, informatiezuil in de winkel uh, verkoopt. Nou, dat zijn een beetje de dingen waar de meeste multichannel-achtige spelers mee, uh, mee bezig zijn. Nou, om te vertalen dat naar, naar winst uh, met de groep een beetje wat schattingen aangehangen, hè, afhankelijk van uh, het zijn allemaal gemiddeldes natuurlijk. Maar um, wat we wel zien, zeg maar, hè, met name die inkoopkant, daar kun je toch wel uh, gemiddeld 5-15% besparen op je inkoopkosten. Nou, als je dat vertaalt naar uh, gemiddelde winstmarge, betekent dat 2,5%, 7,5% extra winstmarge wat je kunt persen uit je e-commerce operatie. Uh, en aan de ICT-kant, uh, uh, door zeg maar, te denken zeg maar, naar extreme automatisering. Ik heb zelf bijvoorbeeld ooit een boek gelezen, De 4-Hour Workweek. <laughs> en uh, alhoewel het boek er een onzin in staat, heb ik toch wel een beetje als uh, leidraad gebruikt van uh, ja, hoe kan ik naar een 4-Hour Workweek gaan door extreme automatisering. Uh, daar kun je gewoon heel veel, uh, heel veel halen. Kijk, wat, als jij uh, een miljoen euro uh, per FTA doet en je concurrent doet 3 ton per FTA. Dat ja, betekent dat je op elke miljoen heb je twee FTA's minder nodig. Dat is uh, zeg maar een ton aan kosten al in. Dat is 10% uh, net de winstmarge. Ja, dat is uh, heel simpel, terwijl een concurrent dat niet doet. Ja, dus jij kunt dieper met de prijs, of jij kunt meer marge halen dan je concurrent. Dus met name aan die, uh, die ICT-kant, want valt mij wel heel veel webwinkels werken nog heel veel manueel. Uh, daar kun je gewoon heel veel, uh, heel veel halen, maar ja, dan moet je wel uh, extreem denken. nou Dat was de laatste, laatste slide uh, die ik had. Dus we hebben en we zetten krap tegen de tijd aan volgens mij. Perfecte rooi qua timing. Uh, dankjewel. We zitten inderdaad aan, ik onder, is er nog één iemand die een prangende vraag heeft? Uh, ja. Ik ga even, of u zelf even kunt voorstellen. Ik ben Sebastian Parquis van uh, Acadelicia. Wij hebben delicatesse uit Spanje Zuid -Amerika, boxen en Zuid-Amerika uh, in boksen en direct producten. Uh, de, op, op de, de overweging om naar uh, eBay en naar Amazon te gaan. Uh, ik heb daar verhalen over gehoord dat ze inderdaad, als het echt goed gaat, dat ze de leveranciers wel weten te vinden. En dat. Uh, Uiteindelijk ook je marge, als je het nou over marge hebt, dat er verdomd weinig over blijft. Uh, wat vind je we? Nou, dan? kijk, uh, ik, ik ben top seller op, uh, op al die platforms. En uh, ja, je moet heel geavanceerde trucs. Uh, kijk, mijn winstmarge op Amazon en eBay is precies hetzelfde als op eigen websites en noem maar op. Uh, terwijl ik wel in een concurrerende markt zit hè, met vitamines. Uh, ik verkoop merkvitamines, dus die, uh, ik heb sommige producten misschien 30, 40 concurrenten. Maar om je indruk te geven van de SKU's heb ik op twee derde van de SKU's niet buybox. Terwijl ik uh, gemiddeld misschien 20, 30 concurrenten per SKU heb, uh, ja, dan moet, je, dan moet je trucjes uithalen. Ja. Dan zoals? moet je heel geavanceerde trucjes uithalen, zoals uh, Roy bijvoorbeeld. Uh, ja, sommige trucjes moet je niet verklappen, <laughs> maar eentje die, die veel, veel professionele verkopers op Amazon gebruiken is uh, dynamic pricing. Uh, dus ik gebruik bijvoorbeeld een tool wat elke 5 minuten mijn prijs optimaliseert. Heel veel verkopers doen een tooltje die elke, elke dag optimaliseert, maar dat betekent dat ik 23 uh, uur, 55 minuten de buybox heb en zij 5 minuten. Dus hoe sneller je dan repriest, de snelheid van repricing, de rekenpower die achter repricing gooit, dat is een heel belangrijke. Uh, FBA, uh, als Amazon jouw logistiek doet, krijg je preferred access uh, zeg maar op de buybox. En dat scheelt ongeveer, zeg maar, op een gemiddelde verkoop van 30 euro, scheelt dat ongeveer een euro, zeg maar. Dus je kunt de, prij de prijs een euro duurder maken. Plus dat FBA heb je minder kosten. Dat scheelt je ongeveer 3 euro per order uh, verzendkosten. Omdat je op de, op de infrastructuur van Amazon uh, mee fietst. Ja, je moet Amazon een beetje als partner zien. Kijk, Amazon heeft me deze week benaderd. Roy, uh, wil je niet uh, uh, Amazon.com in de US uh, gaan verkopen? Ja. Dus als je ze als partner ziet, dan niet als bedreiging. Ik help hen aan groei. Zij verdienen goed aan mij. Nou, dan gaan ze jou ook helpen. Dus je moet er of helemaal induiken of niet. En uh, heel veel partijen, zeg maar 95, 99 procent, die, uh, die deelt het niet aan. Of die gaat twijfelend. Zijn ze actief? Ja, en dan gaat het niet werken.